Hallo iedereen en welkom terug. Ik ben Winnetry en we zijn weer terug bij een nieuwe aflevering. We zien hier een reiziger staan, helemaal alleen in het hoekje aan het huilen. Ik heb namelijk zijn vieze, vuile, snotspuwende lama's gekild. Jawel. Moet hij maar wat beter treden. Okay. Wat geeft hij mij? Een pompoen. Plompenblad. Noemt dat niet lelieblad? Een plompenblad. Nog nooit van gehoord. Een paardenbloem. Wat moet ik nu in godsnaam met een paardenbloem? Ja, rood zandsteen. En, oh ja, het beste van allemaal. Varen. Ja, want hier groeit er waarschijnlijk niet genoeg. Allemaal varens. En tenslotte geeft hij blauw ijs. Ja. Had hij maar vanille ijs. Blauw ijs lust ik niet. Goed. De vorige keer waren we begonnen met een monster spawner te maken. Ah, ik heb hem weer helemaal afgebroken, zoals je ziet. Hij is volledig weg. Ah ja, dat gat moet ik ook eens dicht doen. Anders val ik steeds weer in. Ja, waarom hebben we die weer afgebroken? Heel simpel. We hebben in de vorige aflevering ook 3 spawners gevonden. En de coördinaten had ik opgeschreven. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Als niet zo erg. We kunnen die servers nog een keer eens gaan bekijken, waar het die ongeveer staan. Maar wat we nu eerst gaan doen, is namelijk iets leuk tonen. Namelijk deze tunnel. Dat is lekker speciaal. Ik vond die wel leuk. Maar nou is die nog veel specialer. Ziet er gewoon een normale tunnel uit. Niks aan de hand. We gaan even dit huisje hier binnen. Ik heb hier ook een beetje ingericht. Zo. Dit hebben we allemaal al gezien. Dit stond er nog niet. Goed. Gewoon een klein huisje. Niks speciaals. Kunnen we hier wat spullen ingooien. Gewoon een kistje. Niks aan de hand. Wat is er nu speciaal? Ik heb namelijk gezorgd voor opnieuw een leuke redstone. Ja, een redstone machientje. Circuit. Of hoe dat je het wilt noemen. Een redstone uitvinding. Namelijk, we hebben een verborgen kamer in het huis. En die opent door bij deze fakkel te staan. En we gooien gewoon een item. Maakt niet uit welk. Gewoon eender welk. Nou, op de trap. Als je wilt. Ja. En je hebt het gehoord. Er is iets in beweging gegaan. Je ziet niks. En als we nou terug naar binnen gaan. Niks aan de hand hier. Oh. En hier hebben we een geheime opening. Tadaa. En we hebben onze verborgen ruimte onder de grond. Nu, de staat natuurlijk open. En je kan het ook van hier binnen gewoon sluiten. Nee. Ah nee, dit moet weer weg. Dat werkt niet. Maar ben namelijk iets vergeten, denk ik. Eens kijken. Oh ja, 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 ja. Ik had iets aangepast. Ja, juist. Zo. En normaal. En nu is hij weer dicht. Nu, als je dan terug naar buiten wilt, ja, dan doe je dat terug aan. Dan eerst dit weer mooi dicht maken. Ja, zo. Dus dicht. En je hebt het eigenlijk van buitenaf geopend. Je komt naar binnen. Je sluit het weer, zodat niemand je kan volgen en niemand je geheime basis kan vinden. Ja, dit is dus de redstone dat erachter zit. Boven deze hopper zit dat trapje waar die fakkel is. En dus het item gaat hierin, wordt doorgegeven daarin, wordt doorgegeven daarin. En dan deze comparator, die ziet dan dat er hier een blokje doorkwam, geeft een redstone signaal naar deze piston, of hoe noemt dat? Hoe noemt dat in het Nederlands? Ja, zuiger dan. Okay. Zij geeft een redstone signaal naar deze zuiger, die duwt dit redstone blokje naar daar. Dit krijgt een signaal, doet deze, we zullen dus even een blokje naar onder gaan, dan kunnen we dat zien, doet deze fakkel uit, daardoor gaat deze fakkel aan, dat is nu niet, omdat we dit, zo, dus deze fakkel gaat uit, dan gaat die aan, en hier, deze gaat dan weer uit, waardoor dat de zuiger die hierboven zit intrekt en het blokje meeneemt. Het is een kleefzuiger die hier zit. Ik weet niet of dat we die kunnen zien zo. Die zit hier denk ik. Ja, daar zit de kleefzuiger. Dus die neemt het blokje terug. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En dus die trekt in. En dan is uw geheime gang open. En het item dat hier in de hoppers komt, gaat deze kist in. Dus af en toe moet je deze kist misschien wel leegmaken. Of je maakt het wat groter. Maar dat is op zich geen probleem. Nu, als het eenmaal de kist vol zit en het blijft hierin vastzitten, dat het hier niet meer weg kan, ja, dan loopt het allemaal vast natuurlijk. Dus je moet wel zorgen dat de kist op tijd leeg gemaakt wordt, of je maakt hem groter met nog hoppers eronder en nog kisten, dat je een grote storage hebt eigenlijk. En goed, dat is aan deze kant, dat is eigenlijk voor hem te openen, en van binnenuit dan kan je hem dicht maken door op deze. En zo, zodat niemand je kan volgen. Maar goed, stel we laten die open gewoon, omdat we terug willen vertrekken. Aan deze kant net hetzelfde, hoppers. En deze meet het signaal. En geeft het signaal aan deze zuiger, die duwt dat blokje terug naar daar. Waardoor dit geen signaal meer krijgt. Deze torch dan aangaat, deze gaat uit, deze gaat aan, waardoor dat de kleefsuiker terug aangaat en de opening terug afsluit. Simpel. Eigenlijk niet zo moeilijk. Kost wel wat ijzer natuurlijk voor die hoppers te maken. En je hebt twee comparators nodig. Dus je hebt ook kwarts nodig. Maar die waren we 2 afleveringen geleden al gaan halen in de nether. Of in de hel. Hoe dat je het ook noemt. Oké, nu die opening is nu nog altijd open natuurlijk, hè? Dus de ingang naar onze geheime basis. Hoe sluiten we die? Het middelste trapje. Soms is het wel een beetje glitchig, ja. Voilà, en nu is hij weer dicht. En je ziet er helemaal niks van, dat is mooi weggestopt. Links hier binnen zie je niks. En langs buiten zie je ook niks. Helemaal niets te zien. En dat is mooi verstopt. Dus niemand die eraan denkt om hier een item in te gooien. Om een geheime gang te openen in dit huis. Ja, je kan er wel mee experimenteren. Ik dacht, het is wel een leuke toevoeging aan deze serie. En vooral deze aflevering dan. Ja, probeer het maar eens uit, zou ik zeggen. Goed. Ik heb ondertussen ook koeien ingezameld. 2, maar het zijn er 3 geworden ondertussen. Want die hebben we natuurlijk ook nodig. Ik kan ze nog niet voederen. We zullen ondertussen ook eens wat planten afdoen. De wiet is ook weer bijna gegroeid. Aardappelen zijn bijna allemaal klaar. Veel aardappelen wel. Zo. Meloenen en pompoenen, dat kunnen we binnenkort ook wel automatiseren. Uiteindelijk. We gaan hier een stekje aardappelen insteken. Dat gaan we wegsteken. Dat ook. Oh, misschien kan ik hier wel iets anders maken. Als ik hier nu nog een blokje tegen zet. Oh ja, dit is wel leuk. Nou lijkt het ook wel echt uit dit vakje te komen. Dat is wel leuk. Aan. Kriebel in de keel. Oké. Dan gaan we eens kijken voor een ander trapje. Hoe gaan we dat zetten? Ik ben eens benieuwd of een slap ook zou werken. Dat zou wel ideaal zijn. Zo'n slap werken. Jawel, oké, dat werkt. Super. Dat werkt dus. Zo. Oké. Ik vind het wel leuk. Oké. Ah. De reiziger is volgens mij verdwenen. Super. Oh ja, we gaan een nieuwe juweel maken. Eigenlijk zouden we wel eens een enchanting table, of een, hoe noemt dat? Een betoverblok maken. Ja, ik moet toch even wennen aan het Nederlands. Ondertussen al 6 afleveringen verder en nog niet gewend. Het zal na 10 afleveringen nog wel niet zijn. Wat hebben we nodig voor die dingen? Ja, we hebben boekenrekjes nodig. Die kunnen we misschien stelen bij die villagers. Die zijn toch bijna allemaal uitgestorven. Eerst zo. En zo. Ja. Ik ga wat diamanten tools maken. Zo. Een nieuwe houweel. We maken een spade en een bijl. Dus hier zijn al 6. We krijgen normaal gezien exact 3 boekjes terug. Ja, dat is ideaal. Dus deze gaan we meenemen. En dan gaan we eens kijken bij de village. Ik ben er zeker van dat er nog ergens boekenkastjes zijn verstopt. Oh. Ja, er is hier weer een nieuwe reiziger. Cactus. Slijmbal. Ja, nu verkoop je slijm, want ik heb trouwens al slijmballen gevonden. Nou gaat hij dat wel verkopen. En weer blauw ijs. Oh, dit is misschien wel interessant. 8 zand. Nu... Ik vermoord meestal die lama's, want die droppen leer en XP en lijntjes. Ik heb ook de indruk dat dat geen effect heeft op de trade, op de handelaar zelf. Nee, heeft geen effect. In dit huisje zit normaal gezien nog een villager. Die laat ik daarin zitten. Dat is de allerlaatste villager in deze village. Probeer ik een beetje te beschermen. Geen boekenkastjes. Waar zijn die boekenkasten? Dat is eigenlijk vrij zeker dat er hier ergens waren. Maar waar? Nee, daar ook niet. Hier misschien. Nee. Oeh. Oké. Interessant. Er zijn wel een hele hoop van die verzopen zombies. Oh. Ach ja. Stunt uithalen. heb toch mijn spullen terug. Ja, ik heb alles terug. Is goed. Oef. Oh, kom aan. Stomme besjes. Oh, maar nou zit hij wel apart. Kan ik misschien wel apart houden dan. Dan had ik wel heel veel XP en ben ik het allemaal weer kwijt. Oké. We hebben dus 2 zombie villagers hier. Goed, dan weten we dat ook. Nu maak dat ik weg ben. Ik heb genoeg van die zombies. Het is alweer donker. Verdorie. Al mijn XP weg. Oh. Jammer. Ach ja. We hebben monster spawners. Dus XP zal binnenkort geen probleem zijn. Het zou geen probleem mogen zijn. Nu... de coördinaten, niet die kant. Dus naar beneden toe. Eens zien. Zo ergens op deze hoogte moeten zijn. Nee, ja, 29. Oh ja, maar we hebben een schub. Een spade. Loop ik de goede kant op? Nee, dus die kant. En het is die kant. Hoe ga ik daar het beste naartoe? Zo, en dan moet ik naar die kant. Ik kan eigenlijk gewoon de ladder rondlopen. Even wat licht pakken. Ik haat wel gravel. Oh ja, pak onze nieuwe dan. Wat je ook kan doen, Als je zo heel veel gravel hebt, dan kan je gewoon een fakkel nemen en die snel plaatsen, en dan gaat al die gravel vanzelf kapot. Oh, simpel toch? Dat is eigenlijk best wel ver nog. Real gravel, ultimate gravel. Vreselijk. We gaan dus naar de spawners toe. We gaan proberen een... We konden ook nog gewoon helemaal naar beneden gaan en de grotten helemaal aflopen, maar ik wil een deftig pad hebben om er naartoe te kunnen gaan. Later kunnen we dit misschien doen met mijnkarretjes. Lijkt me wel interessant. Oftewel graven we gewoon recht naar boven en maken we een ingang van bovenaf rechtstreeks naar beneden. Kunnen we ook doen. Kijk, en ondertussen zamelen we nog wat ijzer in. Goed, ik ga even buiten de camera, ik ga de camera even op pauze zetten en dan ga ik verder graven naar de spawner. Tot zo. Zo, dan zijn we weer terug. En we zijn ondertussen bij de spawner geraakt. Daar is een zombie spawner. En daar is een skelet spawner. En je ziet, ze zijn momenteel allebei actief. Je kan het zien door de vlammetjes die er staan. Als je een beetje verder weg gaat, zijn de vlammetjes uit en stopt het zombie mannetje of het skeletten mannetje met draaien. Kom je dichterbij, begint hij weer te draaien en zie je de vlammetjes. En zo weet je of dat je dicht genoeg staat, want je moet namelijk binnen de 16 blokken van de spawner staan om hem actief te maken. En dat maakt het natuurlijk uiterst interessant, omdat nou beide spawners net op het randje liggen om ze allebei actief te houden. Ik heb hier namelijk 4 fakkels staan en als ik mooi in het midden ga staan, zo, dan zijn ze allebei actief. En dat is perfect, want dan kunnen we eigenlijk daar een kleine spawnruimte maken en daar ook. En dan kunnen we die gewoon via een tunnel naar boven, daar ook. En ergens samen bijeen laten komen om te killen. Het zou natuurlijk wel handig zijn als dat hier zou zijn. Het zou super handig zijn als ik me niet moet bewegen en alles komt samen op deze plaats. Want ze moeten ook wel actief blijven, dat is heel belangrijk. Er is nog een derde spawner, maar die ligt toch weer net iets te ver weg. Maar goed, we gaan deze spawners eens bekijken. Dus ik ga hier opstaan en dan zie je de exacte coördinaten. 91, 28 en min 47. Ik hoor hier wel nog volk rondlopen. Even in doog houden. En de skelettenspawner. Beetje te weinig licht hier. Zo. Ja, ik ben een beetje paranoia. Dat kan heus geen kwaad. De coördinaten voor deze spawner 122, 29 en min 51. Zo. Maar dit is voor de volgende aflevering. Dan gaan we deze monsterspawners gaan... We gaan daar een farm van maken. En dat moet niet groot zijn, want je ziet soms van op YouTube mensen een farm maken die immens groot is. Ook bij zo'n spawner, dan maken ze dit zo heel groot, maar dat is allemaal eigenlijk niet nodig. Dat hoeft niet. Ze spawnen sowieso hier binnen als het hier donker is. En dan zorg je gewoon dat ze nergens anders kunnen spawnen, alleen in deze donkere ruimte. Ik heb dit ook al getest in een creatieve wereld. Het werkt zelfs heel goed. Spawn rate is vrij hoog. En dat was maar met één spawner. Als dat met twee is, zal wellicht veel beter gaan. We staan niet in het midden, nu wel. Ja, we moeten echt wel in het midden staan. Zo. Ja, oké. En ik denk dat ik hier iets ga zetten. En dat ze hier op deze blok zo komen staan. Lijkt mij volgens mij wel ideaal. Zo. En dan... eventueel zo. En... ja. Eventueel nog een slab hier opleggen. Ja, dat denk ik wel. Nog een slab hier opleggen, op beide. En dan gewoon hitte. Eventueel nog wat hoppers hieronder zetten. Ideaal. Voordat ik wil AFK'en, kan ik misschien ergens een knopje indrukken, dat dit volledig automatisch gaat. Ik hoef hier dan gewoon alleen maar te blijven staan. Dat zou wel lukken. Dus we gaan bij de volgende aflevering gaan we dus wel degelijk eerst werk maken van deze farms. Ik heb namelijk dringend XP nodig, zodat ik mijn tools kan betoveren. Goed, dan gaan we dan maar eens terug. Ik kwam, dacht ik, van deze kant. Kom ik van hier? Nee. Oh, ik moet van die kant komen. Normaal gezien kom ik van deze kant. Alleen weet ik niet meer van waar. Ik ben weer mijn weg kwijt. Oké, goed. Dan ga ik hier afronden. Dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En tot de volgende.